President Desi Bouterse vindt dat het grensgeschil tussen Suriname en Guyana een gevoelige zaak is. Daarom is besloten om achter gesloten deuren informatie aan het parlement te verschaffen over de westgrens. President zegt er voorstander van te zijn dat deze kwestie wordt besproken zonder dat er sprake is van sensatie- en oorlogssituaties. Dit zei hij op een persconferentie na zijn aankomst uit Cuba. Nu hebben landen in ontwikkeling moeten hun verstand gebruiken. Grenzen zijn getrokken door kolonisatoren. En wij moeten in belang van de beide naties kijken hoe wij gebruik maken van de situatie. Dit vraagstuk gezamenlijk oplossen. En dat vanaf president... De eerste president die ik ben tegengekomen, is een hele poos geleden, weet u weer, Burnham, tot, voor Jagdeel, Jagan, tot president Hoy, tot president Jagdeel, tot deze president. Het vraagstuk moeten wij rustig niet in een controversiële of in een oorlogssituatie. Maar het vraagstuk moet worden aangepakt. President Desi Bouterse over het grensconflict met Guyana. Hij vindt dat beide landen volwassen genoeg zijn om tot een oplossing te komen, zonder dat er oorlog uitbreekt.